We zijn vanavond gealarmeerd voor een brand hier in Bavel bij een champignonkwekerij. Rond 8:30 kwamen direct meerdere meldingen binnen dat er sprake zou zijn van een uitslaande brand. Dus we hebben ook direct fors opgeschaald, waardoor er meerdere brandweerwagens ter plaatse zijn gekomen. En die zijn nu volop bezig om de brand te bestrijden. Oké, er is opgeschaald naar een grip 2. Waarom grip 2? Dat klopt, inderdaad een grip 2. Het heeft te maken met de forse rookontwikkeling die bij de brand vrijkomt en het feit dat die rook richting de binnenstad van Breda trekt. Dat vereist wat extra maatregelen, ook wat extra afstemming met de gemeente en dat is de reden waarom we opgeschaald hebben naar grip 2. Nou, gaat de rook richting het centrum van Breda? Zijn er alle ontruimingen? Nee, er is nog geen sprake van ontruimingen. We adviseren op dit moment iedereen die last heeft van de rook om ramen en deuren te sluiten. En waar nodig eventueel de ventilatie uit te zetten. En verdere berichtgeving via radio, televisie of via onze website van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant in de gaten te houden. Oké, nou heb ik gehoord dat er twee bedrijven of twee compartimenten zitten. Blijven deze alle twee bespaard? Klopt, het is een champignonnenkwekerij bestaande uit twee grote loodsen, waarbij er in één loods op dit moment de brand woedt. Die loods die hebben wij als verloren moeten beschouwen, omdat daar de brand zo intens is geweest. We zijn op dit moment nog wel bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar de tweede loods. Zeker de forse rookontwikkeling maakt dat er veel mensen deze kant op komen. We hebben al eerder opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en uit de buurt te blijven van deze brand. En dat is ook nodig, omdat de brand weer veel water nodig heeft. En dat water moet met slangen over die wegen vervoerd worden. Dus we kunnen het niet gebruiken dat daar allerlei auto's in de weg staan. Hoe lang zijn ze, denkt de brandweer nog bezig te zijn met deze brand? Ja, dat is op dit moment nog moeilijk te zeggen. Zoals net gezegd, men is volop aan het inzetten om overslag naar de tweede loods te voorkomen. En mocht dat gelukt zijn, dan zullen we daarna een tijdsinschatting hebben hoe lang we nog bezig zijn.